Pierre, het was al een tijdje bekend, maar nu is het echt officieel weer je terugkeer bij Feyenoord. Toch naar uitgekeken? Ja, nou ja, het is nu officieel begonnen. Wat je al zei, het was eerder bekend. Maar... En nu staan we weer echt op het veld met Feyenoord Polo. Ja, is dat toch weer mooi? Het is toch de club waar je je grote succes hebt geboekt als speler natuurlijk? Nee, zonder meer. Ik bedoel, voor de derde keer dat ik terug ben bij de club. En ja, ik heb het daar altijd prima naar mijn zin gehad. En het voelt altijd als een warm bad tijdens het bezoeken van de wedstrijden. Van Feyenoord 1 afgelopen jaar. Dus wat dat betreft is er weinig veranderd. Kan je leven met de 1-1 uitslag? Ja, ik vond ons met name de tweede helft wel veel sterker. En, conditioneel zag het er bij ons in ieder geval veel beter uit. Utrecht, daar hebben vier jongens al denk ik 20 minuten voor tijd op de grond gelegen met kramp. En dan hoop je door te kunnen drukken. Daarnaast hebben we eigenlijk niet zoveel kansen meer gecreëerd in die tweede helft. Ondanks het feit dat we wel wat sterker eruit zagen. Eerste helft wel een paar. Hè? Michel tevreden in de eerste helft die twee grote kansen kreeg. Ja, de eerste helft hebben we een aantal goede kansen laten liggen. Tony Verlener nog een keer. Die stift die iets te hoog is. Maar ja, dat is voetbal. En voor Mitchell het is goed dat hij wel daar is waar hij als spits moet zijn. En natuurlijk zoek je naar het hoogste rendement. En dan zal hij zelf ook beamen dat er een paar kansen bij zaten waar uitgescoord kon worden. Maar hij pakt het wel op, want in de tweede helft staat hij wel daar waar hij moet staan. En schiet hij een voor het oog makkelijke bal, makkelijke bal goed in. Nou, een goede actie ook van de CC die heel goed doorzet. Nee, zonder meer. Ja, heb ook goed duidelijk aangegeven dat de ruimte bij Sekou lag. En die was veel sterker eigenlijk dan zijn tegenstander, met name veel sneller. Ja, en dat had hij zelf niet gelijk in de gaten. Waardoor hij nog veel naar binnen kwam. Maar ja, en we hebben een aantal keren aangegeven toch de diepte te blijven zoeken. Om daar de bal te laten vallen. En ja, dan zie je dat uiteindelijk die goal tot stand komt door een dieptebal. En waarin Sekou sneller is dan zijn tegenstander. Goed doorzet en een fantastische voorzet aflevert. En ja, daarin kan hij het verschil maken. Nu sta je voor het eerst weer op het veld, eigenlijk sinds je vertrek uit Turkije, waar je assistent bondscoach was met Hiddink. Is dat een bewuste keuze geweest om even van het veld te stappen, of is er gewoon niets op je pad gekomen? Ja, er is wel wat op mijn pad gekomen, maar niet leuk en interessant genoeg voor mij om daar vol in te duiken. En waarom was dit wel interessant genoeg voor je? Nou, omdat ik met hetgeen wat ik bij Feyenoord doe nu, ik ook nog een aantal nevenactiviteiten, of neven, ook gewoon andere dingen kan blijven doen. Dus mijn agenda wordt niet voor 6 tot 7 dagen in de week geblokkeerd door Feyenoord. Moet het wel weer het begin zijn van een mooie trainerscarrière, of weer dat vooral uitzoeken of je dat wil? Ja, nou, ik denk dat je het zo heel goed zegt. We zijn een weg ingeslagen met de verschillende takjes. En ik wil gewoon optimaal gebruik maken van de aanwezige ervaring die er al bij de club is. En dan uiteindelijk een volledige richting in gaan slaan. Ben je naar Turkije wel gaan twijfelen of je dat nog wil of helemaal niet? Sorry? Ben je na je avontuur in Turkije wel gaan twijfelen of je nog wel verder wil in het trainingsvak of niet? Nee, dat niet. Want dat is op zich eigenlijk, beviel dat heel erg goed. Met name het takenpakket wat ik naast de wedstrijden had. Het scouten van Turkse jongens die in het buitenland speelden. Dus Duitsland, Nederland, Engeland. Ja, dat beviel me eigenlijk wel. Ik vond het een heel leuke job. Heel interessant omdat je veel spelers gaat zien van een bepaalde leeftijdscategorie. En dat is altijd goed voor je netwerk om te weten welke jongens er indruk sowieso op je hebben gemaakt. Nu wilde jij als speler altijd winnen. Iedere wedstrijd wilde je winnen. Nu heb je te maken met een ploeg waarvan winnen eigenlijk niet eens prioriteit nummer 1 is. Is dat nog lastig voor je? Nou ja, ik merkte wel op het einde aan mezelf dat je wel weet je zit niet rustig in die zin van, nou weet je, blijft het 1-1, dan blijft het 1-1. Je probeert wel het maximale resultaat te halen uit een wedstrijd. En de ene keer is dat een puntje.
En de andere keer wil je de drie hebben. Hè? Omdat je daar meer recht op hebt of denkt te hebben. Ik kan dat wel aardig scheiden. Het is inderdaad bij een belofte team is het toch even wat anders. Prioriteit ligt op het, op het ontwikkelen. En dat eigenlijk in samenwerking met het resultaat, want dat zou de mooiste combinatie zijn. Nu ga je ook nog meelopen met Martin van Geeuwen, de technisch directeur van deze club. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Bij Martin ben ik al een aantal keren langs geweest. Toen het verhaal speelde dat ik eventueel bij NAC op het technische vlak wat zou gaan betekenen. Dus ik wilde daar wel geïnformeerd zijn gezien wat de werkzaamheden allemaal in zouden gaan houden en hoe hij dat indeelt. Hij heeft daar een schat aan ervaring. Hij is een van de langzittende technisch directeur in het betaalde voetbal. Ik kan daar nu constant eigenlijk ook met mijn vragen terecht en af en toe dingen bijwonen waar ik normaal gesproken geen tijd voor had. Ja, dus ga je naar vergaderingen of zo, dan ga je ook gewoon mee? Ja, dat zijn goede voorbeelden. Ambieer je echt dat bestuursfunctie? Nou ja, dat is hetzelfde eigenlijk als met het trainingsvak. Ik vind het wel heel interessant. Misschien stuit ik wel op dingen dat ik denk van poef. Er zijn er wel denk ik veel collega's rond jouw leeftijd die zeggen van ja, maar op het veld staan is toch het mooiste wat er is. Dan ga je toch eerst op het veld staan en dan kan je nog altijd op een kantoor zitten. Ja, is ook zo. Maar weet je, in mijn optiek is het mooiste wat er is op het veld staan, maar dan eigenlijk wel met een rugnummer op je shirt. En dat is het allermooiste. En ja, nu is het als trainer zijn. En ik sta gelukkig nog op het veld. Ik voetbal gewoon een competitie. Mijn wedstrijdjes her en der. Oud NAC, oud Feyenoord, ex-international. Dus wat dat betreft kom ik wel aan mijn trekken. Ja, en het trainersvak 7 dagen per week. Ja, dat had ik, of dat wilde ik nog niet.